Ondertussen is het tableau lekker warm geworden. Daar word ik helemaal enthousiast van. Ik kan een beetje inolieën nu. Ik ga dat ook uitwrijven, want ik wil echt niet te veel olie gebruiken. Ook wanneer je de andere kant met het grillpatroon zou gebruiken om te bakken, kan ik echt adviseren om hetzelfde te doen, dus weinig olie gebruiken. En ik kan lekker aan de slag nu. Zo. Wij kunnen aan tafel. Hou er uiteraard rekening mee dat je best wel wat stralingswarmte hebt en dat jouw tafel op de ondergrond waar je hem op plaatst hittebestendig is. In dit geval hebben we een lichte placemat gebruikt. Aan jou de keuze wat je thuis gebruikt.